Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van donderdag 4 december met onder andere Speelstoet, To Get There in samenwerking met Hete Papers. Bij Speelstoet kunnen kinderen een aantal keren per jaar gratis tweedehands speelgoed uitzoeken. Hun doelstelling is om kinderen onbezorgd te laten spelen. RTV sprak met bestuurslid Nicole Keulen. De speelgoedbank zamelt tweedehands speelgoed in om kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen ook de mogelijkheid te geven op eigen speelgoed. Onze doelgroep zijn kinderen tussen de 0 en 13, 14 jaar, wat ik al zei, uit financieel kwetsbare gezinnen, die of in het bezit zijn van een geldpas of een doorverwijzing krijgen van de hulpverleningsinstantie. Wat voor speelgoed komt er allemaal binnen nu op dit moment? Puzzels, spellen, poppen, Barbies, auto's. Ik denk dat u beter kunt vragen wat er niet binnenkomt. Dat zijn een aantal dingen. Zoals buitenspeelgoed, voetballen, Lego, Duplo, maar voor de rest komt er van alles binnen. En hoeveel uitgiftepunten zijn er? Op het moment 3. 2 in Arnhem en eentje in Velp. In welke staat komt het speelgoed aan? Goede staat, mindere staat of slechte staat? Kunt u dat even beschrijven? Doorgaans in hele goede staat, moet ik zeggen. Alleen nu, ik denk dat mensen een beetje het idee hebben van we ruimen alles op wat we hebben voor de feestdagen. En soms is het in een dermate slechte staat dat we zoiets hebben van, nou, volgens mij denken ze dat we een afvalstation zijn. En normaal gesproken komt het echt, leveren mensen echt heel zorgvuldig speelgoed in. Er zijn natuurlijk mensen met een geldige kaart, maar zijn er nog andere mensen die een beroep kunnen doen op de speelgoedbank? Ja, dat kan. We hebben tot nu toe 2 keer gehad dat een oma een beroep deed op de speelgoedbank. Die 1 oma was verlaten door haar man en stak in de schulden heel erg door een faillissement. En had geen geld om voor haar kleinkinderen speelgoed te kopen. En de andere oma is ook in de schuldsanering terechtgekomen. En die helpen wij ook. Waarom werkt u samen? Wij zijn met onze cliënten op zoek geweest naar een manier om weer deel te kunnen nemen in de maatschappij. En via kwamen we in contact met 3 bestuursleden van Speelstoet. En we hebben aangeboden om het speelgoed schoon te gaan maken en uit te zoeken. We zijn hier eigenlijk een beetje het distributiecentrum geworden. Hoeveel mensen van CISA werken hier? Wij werken inmiddels voor Speelstoet, denk ik, met bijna 20 cliënten. En hoe vinden ze hier het? Ja, geweldig. Ze voelen ook echt dat ze gewoon weer meedoen en dat je echt ook iets voor een ander kunt betekenen. De sluiting van de Rijnhal is weer uitgesteld. Daarmee is ook de komst van sportartikelen het bedrijf Decathlon vertraagd. Dit is het gevolg van het beroep dat eigenaar Wereldhaven van winkelcentrum Kronenburg heeft aangetekend tegen de vergunning van de gemeente bij de Raad van State. Wereldhaven vreest nadelige gevolgen voor de middenstanders in winkelcentrum Kronenburg door de komst van Decathlon. De beroepsprocedure kan 6 maanden tot een jaar duren. In de pauze fungeren leerlingen van het Montessori College als stewards door medeleerlingen aan te spreken op de rommel die rondzwerft. Volgens conciërge en coördinator van het stewardproject Tom van Berkel heeft dit een positief effect. De leerlingen worden ook geacht de rommel van anderen op te ruimen. Leerlingen die weigeren afval op te ruimen krijgen een bon en moeten op gesprek komen bij de conciërge. De dijk van de Gelderse Rooslaan in Malburgen-West wordt waterdicht gemaakt. De waterkering verkeerde al enige tijd in slechte staat. Volgens een woordvoerder van de gemeente Arnhem is er gevaar voor piping ter hoogte van het gemaal, waarbij het risico bestaat dat er bij hoge waterstanden water onder de dijk doorsijpelt. Met een extra kleilaag aan de buitenkant van het dijklichaam moet dat probleem worden verholpen. Het gebouw kan worden opgeknapt dankzij een donatie van de provincie Gelderland. Er zijn plannen voor een horecagelegenheid. De ambtenaren die de gemeente een paar jaar geleden boventallig heeft verklaard, moeten nu zo snel mogelijk een andere baan hebben. BMW kondigde aan dat zij de druk willen opvoeren, omdat er nog een kleine 100 op de loonlijst van de gemeente staan. Dit is ook de aanbeveling in het rapport Een fractie te veel frictie van de Arnhemse Rekenkamer.
Vanaf volgend jaar wordt alle aandacht gericht op banen buiten het stadhuis. Op 10 december organiseert Together samen met Hete Pepers een spectaculair evenement in Luxor Live voor jongeren in de strijd tegen jeugdwerkeloosheid. RTV sprak met de organisatie. De samenwerking houdt in dat wij op 10 december aanstaande een evenement organiseren in de Luxor in Arnhem. De samenwerking is gebaseerd op een evenement voor jongeren door jongeren. De jongeren als jongerencoach van Together. Wij willen er een leuke avond van maken, veel jongeren aantrekken en jeugdwerkloosheid aanpakken. En is het de eerste keer dat jullie dit gaan organiseren? Voor mij is het de eerste keer als jongerencoach. En ik denk voor Together ook als organisatie dat het zo groot wordt aangepakt. Ja. Ja. En wat verwachten jullie van die middag? Ik verwacht natuurlijk een grote opkomst, veel jongeren. We willen het vooral gezellig maken, aantrekkelijk maken voor jongeren. We verwachten veel input, dus dat jongeren ook zelf aan kunnen geven waar lopen we nou tegenaan, waar hebben we behoefte aan. En we hopen dat we daar met z'n allen op in kunnen spelen. Wat kunnen de jongeren verwachten van het evenement? Nou, we hebben in ieder geval voor gezorgd dat er een aansprekend programma is. Dus er zullen wat acts zijn, onder andere spoken words. Er komt een rap. En er zullen een aantal jongeren die nu iets bereikt hebben, de achterkant van hun cv laten zien. En dat is meer om jongeren te inspireren en om aan te geven van, goh, op deze manier kan je het ook doen. Tips te geven, trucs te geven. En er zullen ook een aantal workshops gegeven worden. Het is volgende week woensdag, maar kunnen jongeren zich nog aanmelden? Ja, zeker. En dat ook vooral doen, de oproep, om je aan te melden via www.hetepepers.nl. Dat is gratis, meld je ook aan, want we hebben natuurlijk wel een aantal jongeren waar we rekening mee houden. En ja, het zou zonde zijn als een aantal jongeren buiten blijft staan, want binnen gebeurt het allemaal. Dus www.hetepepers.nl. En voor hoeveel jongeren heb je plek? Ongeveer 150 jongeren en natuurlijk kunnen we daar altijd mee schipperen, maar 200 jongeren, dat is toch echt wel het max. En waar moeten die jongeren dan zijn op 10 december? 10 december vanaf 5 uur in de Luxor Live in Arnhem, Willemsplein 10. Dan nog even het weer. Het was vandaag een bewolkte dag met een temperatuur net iets boven het vriespunt. De oostenwind zorgde vandaag weer voor een lagere gevoelstemperatuur. Morgen laat de zon zich nog weinig zien. In de loop van de dag komt er vanuit het westen regen die in de loop van de avond het oosten bereikt. Een beetje sneeuw is daarbij niet uitgesloten. De pieten zullen het onder deze omstandigheden moeilijk krijgen om op het dak te komen en te blijven. Het wordt morgen 2 tot 5 graden. Wij wensen u nog een prettige avond. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.